autobranden, de opening van zwembad De Waterlinie en van de Gelderlandfabriek, spreeuwendansen en de vermissing van Niels. Welkom bij deze extra uitzending van Culemborg TV, waarin we terugkijken op 2016. Ja, en dat doen we deels samen met waarnemend burgemeester Kees-Jan de Vet. Hij schrijft later aan en we gaan horen hoe hij Culemborg ervaart en wat er in 2017 gaat gebeuren. Welkom bij Culemborg TV. En we beginnen natuurlijk in januari, want toen werd zwembad De Waterlinie geopend. Het 5 miljoen kostende bad wordt voor een groot deel gedraaid door vrijwilligers. Het kende wat kinderziekten, maar het is nu volledig operationeel. In februari hadden we een speciale uitzending met Jan Kolen over de vuurwerkfabriek die exact 25 jaar geleden ontplofte. Nooit eerder heeft hij hierover willen praten. We hebben een aantal fragmenten uit dat gesprek voor u op een rij gezet. Toen wij succes hadden, toen stond alle omroepen, alles stond bij ons op stoep. Toen de explosie net was geweest, toen stond er ook zat. Maar op een andere manier. En om drama op te halen. Juist. En ik heb altijd gezegd, ik werk daar niet mee. Ik zal er ook nooit aan meewerken. Wat wij daar verloren zijn, dat kunnen we nooit terughalen. Mensen die schade hebben gehad, hoop ik dat het allemaal hersteld is. Naar behoren, voor zover als het kon. Maar ze hoeven bij mij nooit meer te komen van wie dan ook, welke krant ook. Joh, heb je nog een keer een verhaal voor ons? Hoe of wat? In het voorjaar werd de Gelderlandfabriek geopend. Een nieuw theater, werkplaatsen voor kunstenaars en een restaurant. Een nieuwe parel in de stad en Femke Suawat, die kreeg een rondleiding. En we zijn met de vloer bezig. We hebben in de zomervakantie de hele oude betonvloer eruit gehaald. De grond is gesaneerd en verlaagd. Heel veel gegraven en gebikt om door alle oude muurtjes heen te komen. En nu ligt het zand er weer op en maken we het glad. Komt de isolatie te liggen, metaalmatten en dan komt aanstaande maandag de elektricien om elektriciteit weer aan te leggen. En je bent hier bezig met heel veel vrijwilligers. Hoeveel mensen werken hier vandaag? We zijn vandaag met z'n 12 aan het werk. Het is echt weer zo'n mooie klusdag. Heel veel steun van mensen die komen helpen, dus dat is heel gaaf. Zo hebben we een aantal van die zaterdagen gehad de afgelopen half jaar en daar kunnen we heel veel werk mee voor elkaar krijgen. En het is natuurlijk bijna het openingsweekend. Wat zijn een beetje de deadlines de komende weken? Waar werk je naartoe? We werken nu naar de betonboer die 15 januari komt. En daarna is het interieur bouwen. De hele buitenkant is al af. De aannemer heeft alles mooi ingevoegd en gerestaureerd. En alle lekkages zijn dicht. Isolatie op het dak, heel veel werk geweest. En nu de binnenkant mooi maken. En dan is het openingsweekend, het eerste weekend van maart. Dus 4, 5, 6 maart. En dan gaan nu allemaal leuke dingen gebeuren. En dan gaan we open. En van januari tot en met mei was de stad in de ban van de opname van La Familia. Op de Varkensmarkt en op de dijken en in de straten verrees regelmatig een grote filmset waar onder andere Joke Bruis, Ariane Sluiter en een stel Italianen rondliepen. Culemborg TV ging regelmatig op visite. Ariane, je hebt een rol in La Familia, een hoofdrol. Wie ben jij? Wat is jouw personage en wat doe jij? Ik speel Marloes. Ik ben een horecadame. Ik run het restaurant Il Baffo, waar heel veel van de serie zich afspeelt. Ik ben getrouwd met Toto, een Italiaan, die ik heb ontmoet 25 jaar geleden bij het Gardameer, waar ik op vakantie was. Hartstikke verliefd geworden, mee naar Nederland genomen. Ik heb twee kinderen van begin 20. Dat zijn Angelo en Giulia. En ik ben een hele praktische, positief ingestelde, hardwerkende vrouw des huizes, die ook wel iedereen bij elkaar probeert te houden zo. Wat vind je van Culemborg? Nou, ik ben een fanatiek fietser en heb heel veel in Nederland gefietst. En zeker ook in deze streek, met de Lingen en alles. En ik heb zelfs ooit een keer een theaterproject gedaan in Buren. Wat natuurlijk ook een hele mooie stad is eigenlijk. En dat is denk ik een gebied in Nederland waar, er zijn heel veel mooie gebieden, maar de Betuwe is toch wel bij uitstek een plek waar het mooi is en mooi recreëren is. Dus als de opnames voorbij zijn, zien we jou nog een keer terug? Zeker, dan ben ik op de fiets, ben ik hier weer te zien en te vinden, zeker. Marjolein Verhallen die struinde afgelopen jaar de straten van Culemborg af om te zien waar de mensen in de stad nou mee bezig zijn. Dat deed ze voor Hallo Culemborg. Ze steeg letterlijk naar grote hoogte en keek de lucht in. Een broek? Ja.
En we hebben een jas, maar moet even schatten of het past natuurlijk. Doe je jas uit. Ja, doe je jas uit. Hoe hoog gaan we? Wat wil je? 32 meter? Kan dat? Ja. Is dat het hoogst? Werk plateauhoogte 32 meter. Dat is hoogst. Gewoon doen. Ja? Ja, gaan we doen. Ik ben wel een beetje blij dat het misschien toch windstil is vandaag. Ja, maar we zitten nog niet boven, hè? Okay. Kunnen we zo meteen kijken hoe hard het waait? Je hebt gewoon een windvaan. Hoe ver gaan we? We gaan naar 32 meter. Welk gebouw in Culemborg, hoe hoog is dat? Ja, de exacte mate weet ik niet, maar de boekenkast van de Centraal Boekhuis die zit ook rond die 32 meter. Ik vind dit al een behoorlijk... Hoe hoog zitten we nu? We zitten nu op bijna op 10 meter. Pas. Pas. Dus dat valt nog mee, hè? Ja. Maar dit is wel... Dit kan ik nog aan, hoor. Toch wel? Ja. Nou, we zitten nu op... we kijken bijna op 14 meter. Met hoeveel mannen zit je nou op deze... wagen? Minimaal 2, maximaal 3. Okay. Dus de chauffeur, de bevelvoerder en een medewerker, zeg maar. Nummertje 5 noemen ze dat bij ons. Hey, in de films hè, zie je altijd dat ze dan met zo'n brandweerpaal naar beneden glijden en allemaal, weet je, van die filmscènes. Maar hoe gaat dat hier in Culemborg? Wij worden van thuis opgepiept. We gaan automatisch omhoog, hè? Vind je het goed? Ja. Wij worden thuis opgepiept met de pieper. Ja. En dan dienen wij zo snel mogelijk op de kazerne te zijn. En dan komen wij normaal gesproken via die poort aanrijden. Maar dat ligt nu open, dus nu moeten we iets omrijden. Trek ons pak aan en gaan de auto in. En gaan dan naar plek des onheils. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het kijken of de spreeuwen komen. Wat ze komen? Ik hoop het. Dus elke keer maar afwachten waar ze gaan wolken. En al een paar dagen zie ik een hele grote groep hierheen gaan. En dus ik had tegen Hans gezegd van, hier begin ik. Verplaats je dan zo meteen nog? Of? Nou, we hebben de auto wel start klaar staan om eventueel naar die andere Gien te rijden. Ja. Maar ik denk dat het hier gaat gebeuren. Wat ben je aan het sms'en waar we heen moeten? Nee, er vroeg iemand waar ze waren volgens ons dan. Ja, wij denken hier, dus ik heb even terug de locatie geappt. Okay. Uit Ommeren. Dat is heel ver weg. Wel nee, dat is 30 kilometer hooguit. Oh. Dat valt van mee. Maar hier zijn de spreeuwen en in Ommeren niet. Nee, absoluut niet. Nee, moet je echt hier zijn. Ja. Ik heb nog niet één keer echt gezien dat ze zo van die mooie figuur gingen maken. Maar ja, misschien nu. Ik hoop het. Ik heb gaan het afwachten van 90. Ja. Dus, wat leuk. Ja, dus moet nu. Zeker voor mijn moeder is dat natuurlijk geweldig. Yeah. Ja. In april en mei waren er 3 premières in ondernemersland. Het uitsluitend door mensen met een beperking gerunde Brownies en Downies opende haar deuren. Lek Magazine kwam met het eerste nummer. En tv-persoonlijkheid Klaas Trupsteen opende een wijnhandel. Is het een beetje leuk om hier te werken bij Brownies en Downies? Ja, heel leuk. Sinds wanneer werk je sinds de start? Sinds eind van vorige week. En was er zo leuk aan om hier te werken bij Brownies en Downies? Het is horeca en dat vind ik leuk. Maar de werksfeer is ook heel
leuk en gemoedelijk. En je hoeft hier ook niet echt te presteren. Lek Magazine, het was er nog niet. En we hadden zin om een magazine te maken en dit is Lek Magazine geworden. En het is voor Culemborg en omstreken, dus de steden aan de Lek. Steden en dorpen aan de Lek. Wat kunnen we verwachten? Want het is echt een lifestyle magazine. Ja, nou, het is voor Culemborg en omstreken, maar voor de leefomgeving van Culemborg, zeg maar. Mensen die in Culemborg wonen bewegen zich natuurlijk ook naar de gemeente daarbuiten. Dus vandaar Culemborg en omstreken. En er zijn zo ontzettend veel leuke dingen te vertellen over cultuur, natuur en ondernemers en mensen. Dat vind je allemaal in Lek Magazine. Ja, als ik wijn proef, dan hangt het een beetje van de gelegenheid af. Hè? Want als ik gewoon thuis wijn drink, dan ga ik echt niet eerst zo heel lang zitten ruiken. En dan, want dat is wat erbij bij hoort, hè? Dat je er vrij ingewikkeld over doet. Maar thuis neem ik zo. En slik ik door. Dat is eigenlijk niet de bedoeling als je aan het werk bent. En ook niet de bedoeling als je het serieus aan het proeven bent, wat wij hier nu aan het doen zijn. Ja, dit zijn twee van mijn lievelingswijnen. Kijk, mensen die hier door het raam kijken, die denken heel vaak dat er alleen maar dure wijn is. Dat is niet zo. Er is wijn vanaf 4,95. Maar dit is wel de allerduurste die ik heb. En deze is om een andere reden. Ja, dat is niet de reden dat ik hem het lekkerst vind, hoor. Maar dat ga ik straks vertellen. Maar dit is een wijn van een Italiaanse wijnmaker die op verschillende plekken in de wereld wijn maakt. In Slovenië, in Argentinië. Dit komt uit Argentinië en in Italië zelf. En dit is misschien wel de wijn die ik het meest aanraad, omdat dit ook nog redelijk betaalbaar is. Het is wel al een dure wijn, hoor, maar ze maken gewoon geen goedkope. Dit kost 16 euro. Maar dat is voor mensen soms, als ze een cadeau willen geven, een mooi cadeau, dan is het nog wel acceptabel. Het laatste weekend van mei, dat staat traditioneel in het teken van de Oldtimerdag. En als je de kans krijgt om mee te rijden, dan moet je dat zeker niet nalaten. Onze Puk Teulings, die had het heel erg naar haar zin. Want ze was bijrijder en ze had twee mannen bij zich. Ik sta hier in the middle of nowhere, vlakbij Waddenooyen. Geen idee waar we precies zijn. Maar gelukkig is de 26e editie van de Oldtimerrit in volle gang. En ik ga eens even kijken of ik een lift naar Culemborg kan krijgen. Volgens mij is er iemand gestopt. En ik zie hier een rode Jaguar staan. Dus ik ga eens even vragen of wij mee mogen rijden. Goedemiddag. Dag. Mijn naam is Puk. Wie bent u? Ik ben Chris Intema. En mogen wij misschien een lift krijgen naar Culemborg? Want anders hier blijven staan is ook niks. Nee, dat lijkt me ook een heel goed idee. Leuk. Ja, jullie mogen een lift hebben. Wat? Dit is uw auto? Dit is mijn auto, ja. En wat voor auto is het? Het is een Jaguar MK2 uit 1961. En ik denk dat we zo meteen in de auto willen we er veel meer over weten. Oh. Dan moet u maar vertellen hoe u eraan komt. Yo. Maar voor nu mogen wij dus meerijden. Jazeker. Mooi. Daar gaan we. Ja, op een zo snelle baan. Wauw. Nou, we zijn meteen al begonnen. We maken een vliegende start. En waar zijn jullie vandaag al geweest? Ja, dat moet je eigenlijk aan Tom vragen. Okay. Want Tom is de navigator. Ja, ja. En, we zijn dus in Leerdam geweest, dat weet ik. Ja. En we zijn in Gorinchem geweest. Ja. En we zijn net in Waddenooyen geweest. Ja. In Waardenburg daarvoor. Ja, joh. En ik hoor Tom. Tom is de navigator, dus ja. We gaan ook eens even vragen aan Tom. Ja. Tom, vertel, hoe ging het kaart lezen? Geweldig. Ik stond versteld van mezelf. Ik had nooit gedacht dat ik het zo goed zou kunnen. Was dit de eerste keer? Ja, eerste keer. En ik heb het goed gedaan, Chris. Hè? Ja, geweldig. Joh. Ja, ik had niet gedacht dat ik het zo goed... Ik vond het hartstikke leuk in ieder geval. Want Chris, het is uw auto. Ja. Maar hoe kwam u dan bij Tom terecht? Nou, Tom is een bijna buurman van mij. En wij zijn iets meer dan een jaar geleden in Culemborg komen wonen. In het centrum van Culemborg. En als je van de markt naar ons huis loopt, kom je door de straat van Tom. En Tom had ons een paar keer gezien, mij en mijn vrouw. En die zei op een gegeven moment tegen mijn vrouw,
ik geloof dat u daar en daar woont. En toen zegt ze, hoe kom je er dan? Toen zegt hij, nou, dat heb ik gezien. En zo hebben wij Tom leren kennen. En rijdt u vaker rallies? Vroeger wel, nu niet meer eigenlijk. Dit soort toerritten wel. Maar echte rallies, die rijd ik niet meer. En de auto is uit 61, vertelde u. Ja. Heeft u er zelf helemaal alles aan geklust en gesleuteld? Nee. Ik heb de auto gekocht toen die in stukjes lag. Helemaal in stukjes. Bij een restauratiebedrijf hier in Nederland. Maar hoe wist u, als een auto helemaal in stukjes ligt, dat vind ik een mooie auto? Nou, nee, ik wist wel dat dit een Jaguar MK2 was. En zij hebben nog een stuk afgebouwd van de auto. En ik heb... Hier moet je zo rechtstaan verder op is. Oh ja. Totdat hij zo was dat hij kon rijden. En ik heb het laatste stukje zelf gedaan. En Chris, heeft u altijd al oude auto's gehad? Of was dit de eerste auto die u heeft gekocht als oldtimer? Nee. Ik heb heel veel auto's gehad in mijn leven. En wat nu een oldtimer is... Ja, als u nu jong was, een hele nieuwe auto. Ja, altijd een tweedehandsje geweest natuurlijk. Hè? Nou, ontzettend fijn, Tom en Chris, dat wij mee mochten rijden. Het was erg leuk om weer de Oldtimerdag zo mee te maken. En het is wel echt een ontzettend mooie auto, dat moet ik wel zeggen. Dus als u hem ooit nog kwijt wil, bij Culemborg TV zou die goed fungeren als bedrijfsauto. Ja? Blijf hier nog even zitten. Tom, wat galant, dankjewel. Ja. Nou, dit was weer de 26e editie van de Oldtimerrit. En Chris, Tom, ontzettend bedankt dat we mee mochten rijden. En Tom, volgend jaar weer dus? Ja, zeker weten. Deze zomer werd gestart met de aanpassing van de N320. Er werd begonnen met een vertraging. Veel gemor in de stad door de vele afsluitingen. Maar de provinciale weg ging uiteindelijk enkele weken eerder open dan gepland. Na exact 10 jaar als burgemeester de stad te hebben bestuurd, nam Roland van Schelven afscheid van zijn inwoners. Dat deed hij op een ludieke manier tijdens Culemborg bijvoorbeeld, want niemand had verwacht dat hij dit zou doen. Hij ging eruit met een bang en een minutenlang applaus. Ja, en waar een burgemeester weggaat, daar komt een nieuwe voor in de plaats. En waarnemend burgemeester Kees-Jan de Vet, die schuift straks aan.
meisjes achter je vraagt. Wat hebben jullie een leuke burgemeester, zeg! Roland, ik vond het ontzettend leuk om jou hier naast me te hebben. En ik moet tot mijn schrik constateren dat je nog groter bent dan Roel Brandsteden. Dit is jouw volk en ik vraag van jou nogmaals een daverend applaus voor jullie burgemeester. Ik hoorde net dat u plannen heeft om in Culemborg te blijven wonen. Zeker, we gaan niet verhuizen. We hebben geen plannen dus eigenlijk. Dus Culemborg is wel echt uw thuis geworden? Culemborg is gewoon de stad waar wij wonen en waar we het ontzettend naar onze zin hebben. En hoe was de afgelopen paar dagen voor u? Want u bent natuurlijk geridderd. Nou ja, het was wel een stroom van activiteiten. En gisteren tijdens de buitengewone raadsvergadering natuurlijk heel bijzonder om dan geridderd te worden. En niet zomaar, maar door de commissaris van de koning zelf. Het is wel een heel bijzonder gevoel. Wel de kers op de taart als afsluit. Ja, maar ook gewoon het feit dat alle mensen, de raad er was, het college, een heleboel mensen van politie, brandweer, openbaar ministerie. Veel belangstellende collega's. Het was een hele bijzondere vergadering. Nou, dat was een afscheid. Toch? Ja. Heeft u ooit zo afscheid genomen? Heb je? Want we zouden tutoyeren, hebben we afgesproken. Heb je ooit afscheid genomen op die manier? Ik heb ook in een aantal situaties op een mooie manier afscheid genomen. Maar wat je in deze uitzending meteen ziet in het filmpje is de sfeer die bij Culemborg hoort. Hartelijkheid. En ik merk dat ook als ik een aantal maanden hier waarnemend burgemeester ben. Dat Culemborg een mooie historische stad is. En wat natuurlijk het mooiste is, dus de sfeer die de mensen samenmaken. Ja, want ik ga u even welkom heten. Burgemeester De Vet, waarnemend burgemeester moeten we zeggen, hè? Ja. Marjolein. U zegt het al, Culemborg. U bent blij dat u dit als waarnemer mag doen? Ik vind het een voorrecht. Ik ben in juni de commissaris van de Koning gevraagd om dat tijdelijk te doen. Dan zeg je ja, maar dan zeg je eigenlijk ja tegen iets abstracts. En ik moet nu zeggen, nu ik 3 maanden hier werkzaam ben, dat het eigenlijk dat het heel erg leuk is. En ik zeg dat vooral door de sfeer in de stad, samenwerking met de wethouders, mm-hmm. samenwerking met de gemeenteraad. Zo kom ik tot dat positief beeld. Ja, vindt u de bevolking makkelijk om daarin te komen? Ik vind het een hele talentvolle omgeving. Dat is waar, ja. Daar komen we straks ook nog op terug. Ja, Volgens mij zou je daar nog veel meer mee kunnen doen, maar dat tekent wel Culemborg. Kijk, ja, het is natuurlijk een hele historische stad. Ja. Ik ben hier begonnen met de Monumentendag. Dat was mijn eerste weekend dat ik hier rondkijk. Dan zie je natuurlijk allemaal mooie historische gebouwen, maar wat natuurlijk veel bijzonder is, de mensen die samen Culemborg maken. Ja. Als je de stad als een werkatelier ziet voor de burgemeester, nou, dan is hier veel te doen en is het hier heel plezierig samenwerken. U heeft ook toen u naar de Open Monumenten dan goed wel naar de geveltjes gekeken. Want dat doen wij als Culemborg eigenlijk bijna niet meer. Dat is heel vreemd, maar dat gebeurt niet meer. Maar ik wil ook wel mee zeggen dat Culemborgers best trots op hun stad mogen zijn. Misschien nog zelfs trotser op hun stad mogen zijn. Het is denk ik heel bijzonder zoals Culemborg er in Nederland bij ligt. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten. Dus wat dat betreft is het prachtig. Ja. Ja, en even, want daar was ik heel benieuwd naar over een bijzonder talentje. Dat is de kinderburgemeester. Het is natuurlijk dit jaar ook van start gegaan. Hoe gaat die samenwerking? Kijk, het is denk ik heel belangrijk voor het gemeentebestuur. Want ik merkte dat van de week nog. Ik was met de jeugdwerker in Terweijde. We liepen daar rond. Sprak ik met een aantal jongeren in de buurt. En die gaf een hand. En toen was meteen het beeld van het gemeentebestuur zit op grote afstand. En ik vind het zelf heel belangrijk dat met name jonge generaties de nabijheid voelen. Ja. En de kinderburgemeester die dat nu voor de eerste keer doet, die doet dat echt fantastisch. Dus ik werk daar heel graag mee samen. Samen Sinterklaas inhalen en allerlei andere activiteiten. Dat enthousiasme en ook zaken realiseren voor kinderen, dat vind ik voor Culemborg heel belangrijk. Dus daar gaan we nog meer van zien in 2017 dan. Zeker, zeker. Zeker. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja, absoluut. Er zijn ook wat minder leuke dingen in de stad. De autobranden bijvoorbeeld. We gaan even kijken naar een fragment. Ja. De grond is nog zwart geblakerd en er liggen nog glasresten van een auto die hier vannacht werd verzwolgen door de vlam. En dat is niet de eerste, want dat is al de 6e auto die deze week in de brand werd gestoken in Culemborg. Na een periode van rust lijkt er een nieuwe golf van autobranden te komen. Eerder dit jaar gingen hier al tientallen auto's in vlammen op. Maar ja, we hebben het meegemaakt met de buurvrouw, nou deze auto. Dus het zal nog niet ophouden voorlopig. Rachma, hij staat er niet meer. Nee, hij staat bij het bergingsbedrijf. En daar staat onze mooie nieuwe auto. Nieuwe auto? Ja, hij was net 5 weken oud.
Vijf weken? Ja, er staan 500 kilometer pas op de teller. Hij lag te slapen en de overbuurman die kwam aan de deur en de auto stond in de brand. En dan zie je een vlammetje en dan zie je in één keer een halve vlam. En dan, ja, boos. Het is eerder raak geweest, hè? Daar is ook een keer een auto in de fik gegaan. Nu weer daar. Het houdt me niet op. Nee, ik hoop dat het nu wel ophoudt en ik hoop dat mensen zich realiseren wat ze een ander aandoen. Ik trek mijn gordijn open en dan staat mijn auto in de fik. Nou, ik was helemaal in shock. Ja, die vrouw die stond ook heel hysterisch te schreeuwen en te blaren. Dat was ook heel zielig voor die mevrouw. En die stond vanmorgen ook buiten, helemaal rillen weer. Hij is al 10 jaar oud, maar voor ons is het gewoon nog een nieuwe auto. En wat ga je voor zo'n ding houden? Hij houdt er heel veel van. Wie doet zoiets? Ja, iemand die niet goed bij zijn verstand is. Die is in ieder geval ziek in zijn kop. Altijd dezelfde, denk ik, hè. Ja. Gaat maar. Ja, de Marokkanen, hè. Nee, dat weet ik wel zeker van niet. 100% van niet. Wordt u er boos van? Ja, ik word er erg boos van. Tuurlijk word ik er boos van. Hoezo worden wij elke keer op het matje geroepen? Hoezo is het elke keer de Marokkaan? Kunnen toch ook Nederlanders zijn? Als Nederlanders waren geweest, dan had ik er net zo over gedacht. Dit waren nou volgens mij gewoon Marokkanen. Bullshit, onzin. Ja, want jullie doen dat niet? Nee, wij doen dat niet. Ze sturen ons eigenlijk Culemborg uit. Ja, is zo. Jij doet het zelf ook niet, hè? Dat is een goeie. Nee. Heb je een aansteker in je zak? Ik heb toevallig wel een aansteker in mijn zak. Kijk, dat is verdacht hoor. Toen ben je een brandsteker, toch? Nou, je bent ook dat, wat dat betreft, hè, met je neus in de boter gevallen, zullen we maar zeggen. Wat krijgt de burgemeester daarvan mee? Hoe gaat hij samenwerken? Ja. Politie, brandweer? Ja. Ik wil even terug naar het filmpje. Dat mevrouw, denk ik, terecht zegt, wat doen de mensen die auto's in brand steken de andere mensen aan? Ja. Mensen die in de straat wonen, kinderen die daar wonen, die er slapen, 's nachts. Dus dat beeld, dat past niet bij Culemborg, wat mij betreft. Mm-hmm. En vanzelfsprekend heb ik natuurlijk contact met de politie, met de recherche en met de brandweer. Maar het is niet de zaak van autobrand naar autobrand. Het opsporen van de daders is belangrijk. Daar kan de buurt ook van betekenis bij zijn. Daar kunnen mensen die vermoedens hebben wie die auto in brand steken, kunnen dat ook uiten bij de politie. Dus wat dat betreft moeten we dit in het nieuwe jaar achter ons laten. Ik heb vertrouwen in dat de politie en de recherche, dat die er bovenop zit. Die daders zullen gepakt worden. Maar wat dat betreft zijn er natuurlijk te veel incidenten geweest de afgelopen jaar. Ja, maar dat zijn er tot nog toe, als wij hier zitten, zijn er 22 branden geweest. En de teneur, we zagen het filmpje en het is heel lastig om er wat van te vinden. Er zijn mensen die mensen aanwijzen. Moeten mensen gewoon rustig blijven? Want wat kunnen de mensen zelf doen? Ja, kijk, de verantwoordelijkheid die ligt natuurlijk bij de mensen die daders zijn. Die daders moeten opgespoord worden, die daders moeten gestraft worden. Tegelijkertijd zeg ik ook van, in heel Nederland zijn er autobranden, maar ik kan het niet relativeren voor Culemborg. Nee. Wat dat betreft zijn er te veel achter elkaar. Wij moeten een sfeer hebben in Culemborg dat we verantwoordelijkheid en zorgzaamheid naar elkaar nemen, maar niet op dit soort uitingen. Nee. Heeft u ook wat mensen gesproken uit de wijk Ter Weide? Ik heb... Ik probeer ook veel nabijheid te tonen. Ik heb gesproken met mensen in de buurt. Ik heb ook gesproken met mensen wiens auto in de brand is gevlogen. Als je dan ziet wat voor impact dat heeft, dat zijn natuurlijk geen normale verschijnselen. Nee, absoluut niet. Nee, inderdaad geen normale verschijnselen. Nee, dat is heel goed gezegd inderdaad. Maar zijn we dichtbij bij het pakken van die dader? Want ik denk dat Culemborg dat wel heel graag zou willen weten. Ja, u zult me niet kwalijk nemen dat ik niet te veel kan zeggen hoe de politie en de recherche daar mee bezig is, behalve te zeggen dat ik daar veel vertrouwen in heb. Oké, dus dat geeft hoop, zullen we maar zeggen. Ja, voor de Culemborgers. We hebben ook gewoon hele leuke dingen in de stad. Dat heeft u al gezien hier in de rest van de uitzending. Maar we hebben ook twee kampioenen. Een wereldkampioen en een Nederlands kampioen. En dat was Maria Berendsen. Die ging gewicht heffen. Ze is 65. En Paul Verhallen die deed het voor het zeilen. En is die Nederlands kampioen geworden. Maria, wij zagen jou net al wat oefeningen doen. Heb jij een favoriete oefening? Dat is mijn snets. Mijn trekken heet dat in de Olympische sportwereld. En hoe komt dat jouw favoriet is? Wat is daar zo leuk aan? Ik denk dat ik daar iets beter in ben dan in stoten. Dus dan wordt het je favoriet. Je was al bekend in Culemborg, maar je bent nu bekend in Nederland. En eigenlijk ook nu over de wereld als wereldkampioen. Hoe voelt dat om wereldkampioen te zijn? Aaptrots. Ja, dat voelde zo geweldig toen ik... op de wereldkampioenschappen stond, zeg maar. En ik had de eerste trekbeurt gedaan.
En toen had ik al echt een wereldrecord. Dat had ik al verbroken. Dus toen was ik al zo trots, ik kon er al niks meer stuk. Ja, een medemblik afgelopen september inderdaad Nederlands kampioen geworden in de contenderklasse. Nou, hier op de achtergrond staat de contender, dat is mijn kampioensboot, zo maar gezegd. We hadden 20 deelnemers en in 9 wedstrijden was ik uiteindelijk de snelste. Dus dat is heel erg gaaf. Dit is een houten Bonetti. Dat is een Italiaanse bouwer. Zijn zoon is 7 keer wereldkampioen geweest. En dit is de allerlaatste die hij gebouwd heeft. Ze zijn er ook in plastic, in polyester en epoxy. Maar ja, hout is gewoon heel erg mooi. Dus ik heb voor hout gekozen. Wat is uw talent eigenlijk? Of heeft u van uw hobby goed gemaakt? Is dit een serieuze vraag? Ja. Ja, ja. Ik ben ook best sportief. Ik zit veel op de racefiets. Okay. Maar ik vind het wel mooi dat, kijk, zo'n stad als Culemborg, we hadden net over dingen die niet goed gaan. Ja. En ik hoorde dan van de week in Terweijde, toen ik daar rondliep, we willen meer samenvoetbal doen. Kijk, ik denk dat iedereen zijn sport moet hebben. En ja, we kunnen niet allemaal op topniveau spelen. We hadden overigens ook Carina de Rooij, die Olympisch kampioen was, Paralympics. Ja. Dus wat dat betreft, daar mogen we trots op zijn. Sport is natuurlijk een hartstikke goede ontspanning om vrije tijd te vullen. Beter dan met criminaliteit. Ja, precies. Dus wat dat betreft wou ik nog wel even zeggen. Denk altijd anders over, ja. Maar ik denk voor de komende jaren, voor het profiel van Culemborg, dat we samen een sportieve stad zijn. Dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, en dan laat iedereen zijn eigen sport kiezen. Ik zie hier het zeilen, het roeien. Nou, dat spreekt me allemaal buiten. Ja, we hebben eigenlijk alle sporten wel bijna in. Half skiën, maar je kunt hier wel even... Nee, precies. Ja, precies. Ja. Nou, hoewel, we kunnen natuurlijk wel indoor skiën. Ja, we kunnen indoor skiën, dat kan hier ook nog. Ja. Ook nog niet ontdekt. Ja, okay, ja. Okay. Nou, je skiet ook, dat niet. Ja, dat wel, maar indoor skiën. Nou, kun je hier oefenen. Ik geef straks het adres. Maar net als bij... het is toch heel mooi om te zien dat iemand van 65 natuurlijk... Prachtig. Nog aan het gewicht even is. Ik vind het, ja. Meer dan ik al in ieder geval. Is dat zo? Ja, ja. Oh, ja. Ik ben wel sportief. Want jij hebt natuurlijk ook de lektocht gezwommen. De lektocht, dat is natuurlijk een evenement wat je ook nog niet hebt gezien tijdens Culemborg bijvoorbeeld. Als ik dan nog burgemeester zou zijn, zou ik zeker meester bij mij. Ik zou zeggen, ik daag je uit bij deze. Kijk, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ja, en wat Culemborg de afgelopen weken... afgelopen maand eigenlijk vreselijk in de ban heeft gehad, is de vermissing van... Niels, die 18-jarige jongen. Wij zijn op een gegeven moment met Culemborg TV, toen werden met 57 honden, speurhonden moet ik zeggen, gezocht naar die jongen. En daar hebben we een reportage van. Daar gaan we even naar kijken in het kort. 57 speurhonden kwamen Culemborg uit om de vermiste Niels Wienberg te vinden. De honden zijn afgericht op menselijke geur, op willekeurig menselijke geur. Dus iemand die ergens verscholen houdt. Dus zullen de honden erop reageren en uiteindelijk de geleider bij die persoon brengen. Ik heb ook begrepen dat honden inmiddels mobieltjes kunnen ruiken, klopt dat ook? Nou, onze hondjes niet volgens mij, maar je kunt de hond natuurlijk overal op africhten, waarschijnlijk ook wel op een mobieltje. Maar het is gewoon, je traint de hond, als hij iets terugvindt, beloon je hem. En dat doen we eigenlijk met menselijke geur en met mensen. Ik kan me voorstellen dat je mobieltjes ook hetzelfde kunt doen, ja. De familie heeft een woordvoerder aangesteld. Jeroen Windhorst vertelt wie Niels is en waarom ze zo'n grote zoekactie op touw hebben gezet. Ik ben een woordvoerder namens de familie. En dat is, hebben we gedaan zodat de familie echt zich volledig kan concentreren op het zoeken en op het vinden van Niels. Dat is het meest belangrijk op dit moment. Niels is sinds vorige week zaterdag vermist. Wat is er in deze week gebeurd? Kan je er wat over zeggen? Ja, er is heel veel gebeurd afgelopen week. Heel veel mensen hebben zich afgelopen week ingezet. Dat kan je ook voorstellen als er iemand vermist wordt, een naaste, dan wil je ook dat alles op alles wordt gezet. Ze zijn enorm dankbaar voor de inzet door vrijwilligers uit de wijk, uit de stad, maar ook daarbuiten. Zoals de reddingshondenbrigade, et cetera. Maar ook door de overheid zoals de politie en de burgemeester die heel erg nauw betrokken is bij de zoektocht naar Niels. Is die in Culemborg? Want alle acties zijn op Culemborg gericht. Heel veel signalementen en sporen die door speurhonden zijn gevonden, die laten zien dat Niels hier wel in de buurt is, in of rondom Culemborg. En dat is de reden waarom we inderdaad ze zoeken in deze omgeving. Ja, want je zegt dat hij er nog is, dat betekent dat hij in leven is? Daar gaan we uiteraard vanuit. We hebben diverse sporen die laten zien dat Niels hier recent nog is geweest. En we hebben dan ook de volle overtuiging dat hij zeker in leven is en dat we hem heel graag weer terug zien thuis. In Culemborg gaan er natuurlijk altijd praatjes. Ik heb ook al een aantal keren gehoord van mensen van, is hij een spelletje aan het spelen met iemand? Wat voor jongen is het?
Niels is een ingetogen jongen. En op dit moment is Niels absoluut geen spelletje aan het spelen. We zijn met name bang dat de weersomstandigheden op dit moment parten zullen gaan spelen. Dus we hopen hem gewoon heel snel te vinden. Niels is juist een jongen die mensen heel graag bij elkaar verbindt. En dat lukt hem op dit moment erg goed, moet ik zeggen. Maar we zien hem gewoon heel graag weer thuis. Zijn vrienden, zijn familie. We zien hem nogmaals heel graag thuis. Ja, dus de geruchten van alle mensen ontkracht jij hierbij? Ja, absoluut. Er gaan natuurlijk heel veel verhalen. We krijgen ook heel veel tips en waarvoor dank van een hele hoop mensen. Maar we kijken echt naar de bruikbare tips. Maar we kennen Niels als een ingetogen en een hele lieve jongen. En we zien hem ook graag op die manier weer terug. En tenslotte, zijn ouders, hoe zijn die er nu onder op dit moment? Want die houden zich vrij... Ik weet dat ze ook gepatrouilleerd hebben in nachten. Maar dat ze zich ook echt wel afzijdig houden op bepaalde momenten. Ja, wat ik zei, ze houden zich afzijdig als het gaat om media-aandacht. Dat heeft specifiek dat ze zich heel erg graag willen focussen op het vinden van Niels en daar alle energie in willen steken. Ze krijgen heel veel energie door de enorme belangstelling en de enorme hulp die wordt aangeboden. Die is overweldigend en hartverwarmend en dat geeft hen alleen nog maar meer energie om deze zoektocht door te gaan. En natuurlijk kan je je voorstellen dat het voor elke ouder verschrikkelijk is om je kind op deze manier te moeten missen. Wat deed dat met u? Want u bent er echt heel erg bij betrokken geweest, zoals de woordvoerder zegt. Ja, misschien in de eerste plaats gewoon als mens. Ja. Ik heb zelf ook 3 zonen en ik ben naar de ouders toegegaan. En eigenlijk heb je dan, als je aanbelt en er zomaar langs gaat, heb je eigenlijk de eerste keer niet zoveel te zeggen dan een gemeenschappelijk gevoel. Ja. Ik denk zeker op het moment van nu, hè, na Kerstmis en na de jaarwisseling, we moeten ons realiseren, Niels is nog niet terug. En wat voor impact dat heeft op de familie. Ja. En ja, nabijheid tonen als burgemeester is altijd belangrijk. Maar deze situatie hebben we echt als uiterst bijzonder ervaren. Ik heb het ook als uiterst bijzonder ervaren, zoals zojuist ook in het filmpje naar voren komt. Ja, hoe de bevolking van langs meer dan hier enorm betrokken is bij zo'n zoekactie. Dat zegt natuurlijk ook iets van Culemborg. Ja. Dat zet ook Culemborg weer in zijn kracht. Daar ben ik ook wel weer trots op. Maar tegelijkertijd het drama voor deze familie, dat moet je niet onderschatten. Nee. Want is er ook al wat meer te melden? We krijgen natuurlijk heel veel informatie, maar... Op het moment dat Niels gevonden zou zijn, dan horen we dat samen. En ja. Eigenlijk is dat het enige bericht waar we nog op zitten te wachten natuurlijk. Elk signaal wat de politie hoort, wordt serieus genomen, kan ik zeggen. Ja. 2017 komt eraan. Wat gaat dat voor u betekenen in de agenda en voor Culemborg? Nou ja, voor Culemborg is denk ik het moment van 6 december 2017. Dat moet een heel bijzonder moment worden. Want dan gaat Culemborg naar haar 8e eeuw toe. Ja. Ja. En het vieren van de 8e eeuw, ja, daar moet je op voorbereiden. Dat gebeurt natuurlijk met het comité Culemborg 700. Daar liggen ook uitdagingen denk ik voor iedereen in Culemborg om samen feest te vieren. Maar om vooral ook samen verder te kijken. Kijk, ik heb het beeld, als ik hier 4 maanden rondloop, dat er heel veel energie in Culemborg zit. Mm-hmm. En het is natuurlijk de kunst om al die energie te bundelen. Ik kom ook mensen tegen, ZZP'ers, bedrijven, maar ook vrijwilligers, ouderen, jongeren, die allemaal zeggen, ik zou eigenlijk nog wel wat meer van dit of van dat willen. Ja, precies. Nou, als je de sfeer weet te creëren, ook als gemeentebestuur, op weg naar Culemborg 700, dan wordt het een prachtig jaar. En ik hoop ook voor heel Nederland dat ze zien de trots van Culemborg, hoe mooi het hier is, hoe talentvol Culemborg het is. En dan houden we er nog wat aan over. Of dan houdt Culemborg er iets aan over. Ja, want even iets anders. We zijn natuurlijk nu bezig om een nieuwe burgemeester te vinden. Er zijn 19 sollicitaties binnengekomen, als ik in de krant. Nee, goed, dat maakt ook niet uit. Eentje daarvan wordt waarschijnlijk burgemeester. Dat betekent dat u dan weer afscheid gaat nemen. Komt u dan wel terug bij Culemborg 700? Ik ben altijd voor mooie feesten, ben ik altijd in. Ik heb in het begin heb ik gezegd dat ik graag waarnemend burgemeester wil zijn in Culemborg. Ik vind het niet zuiver als ik dan zeg van joh, ik ben toch eigenlijk wel geïnteresseerd. Want dan leg ik eigenlijk ook druk op een proces. Daar ben ik helemaal niet van. Dat vind ik ook niet consistent. Dat vind ik ook niet betrouwbaar. Ik heb alle vertrouwen. U heeft er geen spijt van dat u dat niet eerder aangegeven ik heeft? Zeggen nu, dat, nu in de stad bent geweest. Ik moet wel zeggen dat toen ik begon en hoe ik nu terugkijk, dat het veel leuker is. Dat het veel krachtiger is. Maar ik vind als je ergens waarnemend burgemeester wordt, dan moet je niet halverwege de rit zeggen van het is hier zo leuk, ik blijf toch maar. Wat dat betreft heb ik ook vertrouwen in. Daar heb ik ook wel signalen van dat er in Culemborg weer een hele goede burgemeester komt en die de stad weer verder helpt. En ik was slechts waarnemer. Nou, hartstikke mooi. En voor uzelf, als u dan afscheid neemt, heeft u wel plannen? Of?
Ik heb tussen twee banen, voordat ik hier begon, heb ik 3 maanden vrij gehad. Kijk. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Ja. Maar u zult het misschien wel merken, ik heb heel veel energie om oh, naar iets... zeggen, Ja. Nou ja, ze zien hoe de verhoudingen zich vormen in het gesprek. Ik heb altijd heel veel energie om dingen heel grondig en daarna weer op te pakken. Maar ik zie het ook wel als etappes in de tijd. En na zo'n periode van 6 jaar in Den Haag werkend boven de besluitvorming daar... is het ook wel heel erg leuk om met heel veel mensen te werken. Dus wat mij betreft is dat in Culemborg me heel goed bevallen dan. Nou, dan wordt het een prachtig jaar. En dat was de laatste aflevering van Culemborg TV van dit jaar. Namens het hele team van Culemborg TV wens ik u alvast een hele mooie jaarwisseling. In ieder geval een heel mooi begin van 2017. En op de helft van januari dan zijn wij er weer en zien wij u graag terug. Ik dank u wel voor het gesprek. Bedankt. En, tot in het nieuwe jaar. Ja. Klinken moeten we eigenlijk, hè? Ja. Ja. Grappig.